Derde woord. Vrouw, zie daar uw zoon en zie daar uw moeder. De laatste woorden van Jezus. Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder Maria en haar zus, en verder Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Jezus zag zijn moeder, en naast haar zag hij de leerling van wie hij veel hield. Toen zei Jezus tegen zijn moeder: "Hij is nu uw zoon." En tegen de leerling zei hij: "Zij is nu jouw moeder." Vanaf dat moment zorgde die leerling voor Maria. Jezus houdt heel veel van zijn moeder. Daar aan het kruis waar hij zoveel pijn voelt, denkt hij aan haar en hij wil haar niet alleen en verdrietig achterlaten. Hij laat haar zorg aan Johannes, de leerling waarvan hij veel hield. Zij wordt zijn moeder en Johannes wordt haar zoon. Maar Jezus doet nog iets voor ons allemaal met deze woorden. Hij geeft zijn moeder niet alleen aan Johannes, maar aan alle mensen. Maria mag nu onze moeder zijn. En wij haar kinderen. Zij is er voor ons en wij mogen onze zorgen aan haar vertellen en haar om hulp vragen. Goede Jezus, wij danken u dat u ons Maria als moeder hebt gegeven. We danken u ook voor onze moeders, voor alles wat zij voor ons doen en hun liefde. Wij vragen veel zegen voor hen, dat zij iedere dag meer op onze hemelse moeder gaan lijken.